Het thema van vandaag is gebruik van je externe hersenen. Vandaag gaan we jullie de eerste stap van een andere techniek aanreiken. Het zal er voor een aantal van jullie moeilijk zijn te schakelen. Ja, te schakelen van je denken naar het voelen van kennis en informatie. We gaan jullie in de meditatie meenemen naar een laag van je hersenen die buiten je hoofd liggen. Naar gronden en verbinden blijft het belangrijk om je energieveld om je heen gevuld te houden met je hartsenergie. Dus blijf je energieveld telkens opvullen als je voelt dat hij wat afzwakt. Dit is de basis voor alles de komende tijd. Door jullie eerste 9 lichtlichamen schoon te maken, komen jullie in een nog groter frequentiebereik om met ons te communiceren en om jullie eigen blokkades op te lossen. Dit geheel is de basis waarop jullie met ons kunnen samenwerken. Als je daar je aandacht op blijft vestigen, kun je al goed met ons communiceren. Door licht en liefde naar ons te sturen, zodat wij jullie kunnen ondersteunen ofwel vrij kunnen samenwerken om de nieuwe tijd in te zetten. Vandaag gaan we met de aandacht naar het gebied dat we de eerste laag van de externe hersenen noemen. Hierin zit een collectief geheugen en een mogelijkheid om verbindingen met ons te leggen zonder dat je er telkens aan moet denken. Het vergt concentratie, omdat jullie het niet gewend zijn. Probeer het zomaar en ervaar de kracht en de positiviteit die hierin zit. Dit was de boodschap die ik voor de 6e meditatie binnenkreeg. En ik weet van binnenuit dat er van nu af de grote veranderingen kunnen plaatsvinden. De eerste meditaties die gingen over gronden, kosmische energie binnenhalen, licht en liefde schenken aan de bovenwereld, hetgeen de basis is. Tweede groepje van de eerste 9 lichtlichamen op te schonen, is dat je je eigen blokkades al begint op te lossen. Wat ook weer een basis is om verder te komen. Het blijft belangrijk dat je die voorgaande regelmatige keer oefent. En nu gaan wij met onze externe hersenen, zeg maar 5 centimeter rondom ons hoofd, gaan wij aan het werk, omdat daar een collectief geheugen in zit en dat daar ook het een en ander telkens aan het schakelen is. De vorige meditaties waren wat snel. Ik heb er bewust voor gekozen om er ook wat snelheid in te houden, zodat je er wel wat makkelijker bij kunt blijven. Ons onderbewuste kan het namelijk altijd wel volgen. Dus ook deze zal ik proberen wat rustiger in te spreken, maar het blijft wel een tempo in zitten. Geniet ervan. Ga lekker en rustig zitten. Of liggen. Voel je billen. Voel je schouderbladen. En voel je voeten. Voel hoe dat je voeten vanuit je beenderen, je botjes, contact maken met de ondergrond. En visualiseer de wortels
vanuit je voeten en je stuit tot een meter naar alle zijden. Probeer deze wortels wat steviger te maken. En sommige wortels groeien om een buis die de verbinding maakt met de kern van de aarde. En volg die buis tot je aangekomen bent bij die holle kern van de aarde. Een holle kern die je op je eigen manier kunt en mag invullen. Een holle kern met een onderdruk. Een holle kern waar ook onvoorwaardelijkheid heerst. En die holle kern is weer verbonden via de buis met jouw systeem. En volg het maar terug. Volg heel voorzichtig door die buis omhoog, tot je weer aangekomen bent bij je voeten. En ga vervolgens met je aandacht naar je kruin. Bovenop je kruin staat de trechter met prachtige bloemen. Die bloemen zijn het filter voor de kosmische energie. En laat deze stap voor stap binnen stromen. Alleen de zuivere, voedende kosmische energieën kunnen via je kruin naar binnen komen. Deze energieën die vullen je lichaam. En uiteindelijk bij het uitstromen vanuit je hart. En voel ook gelijktijdig de power van de aarde-energie die door je voeten omhoog komt, ook door je hele lichaam gaat. En zich uiteindelijk ook vermengt met de kosmische energie in je hart. En samen stromen ze telkens in jouw energieveld. Jouw energieveld van 40, 60, misschien wel 80 centimeter om jou heen. En vul het maar op. Laat maar stromen. Maar stromen. En vul. Vul heel voorzichtig. Laatste beetjes erbij. Zodat je voelt dat het echt vol zit met jouw hartfrequentie. Met jouw liefde. Als dat helemaal gelukt is. En adem je deze energie in. Laat het nogmaals door je hart stromen en reik het aan het hoger bewustzijn. Aan de kosmische wezens.
misschien voor jou belangrijk de religieuze wezens of eenheden. Ook hen mag je het aanreiken, ze vragen erom. Als dat gelukt is, vul je je energieveld weer aan vanuit je hart en reik je het, die liefde, aan de wereldleiders, aan alle leiders in de politiek zitten, aan de machthebbers en ook aan het coronavirus en alle andere belastende, ziekmakende of uit balans brengende energievelden. Doe dit vanuit licht en vanuit liefde, zonder enig oordeel. En vervolgens gaan wij met onze hartsenergie naar onze lichtlichamen. En vul de eerste twee misschien tegelijk al op. Laat licht en liefde stromen door het eerste lichtlichaam. Voel maar, als er nog een kleine blokkade zit, dan kan die verder wegsmelten. En doe dit ook gelijk met de tweede. Voel maar dat het al dieper en sterker kan. En dat je ook meer licht in het geheel krijgt. En zo gaan wij naar de derde. Licht van boven. Wat helemaal doorschijnt, doorsijpelt tot onderin toe. En de blokkades kunnen smelten of oplossen, kunnen er aan de onderkant uitvallen. Het is jouw gevoel en waarneming die altijd juist is. Ga naar de vierde. Laat maar doorstromen. Voel licht. Zie het licht. Visualiseer het licht tot onder toe. Ga naar de vijfde. De vijfde. Kijk hoe ver je kunt komen. Lukt de eerste stralen al helemaal naar onder te laten gaan. Probeer maar. De zesde. De zevende. Zes nog niet helemaal gelukt is, maar dan even iets langer de aandacht op. En ik wacht wel. En we gaan naar de zevende. De zevende. Zijn
dat je eigen bron wat afzwakt. En dat je even weer kracht moet zetten, mag zetten, vanuit je hart in je energieveld om je heen. Doe dit maar eerst. Vul het maar weer op. En vul het en laat het instromen door de zevende laag. Dat er weer extra power in zit. En als dat gelukt is, dat aan de onderkant het licht weer doorkomt, wetende dat ook eventuele blokkades daar deels weer verder oplossen, gaan we naar nummer 8. Vul maar op. Neem de tijd. Zie dat het licht door alles heen stroomt. Langs alles. En uiteindelijk ook aan de onderkant uitkomt. En als laatste nummer 9. Vul hem op met de power van jouw energieveld. Eventueel blokkades smelten deels weg. En in deze kan wat meer energie in, dat je ook wat verder en ruimer om je heen zit. Laat maar volstroom. En als ook hier de energie aan de onderkant als licht doorkomt, vullen we ons energieveld weer op met onze hartfrequentie. En gaan we met onze aandacht naar onze hersenen, onze gewone menselijke hersenen. Probeer ze te voelen. Heel moeilijk, omdat we het niet gewend zijn. Probeer te voelen waar je hersenen zitten. Misschien links wat meer dan rechts of rechts wat meer dan links. Als dat gelukt is, gaan wij verder. Dan stel je voor, visualiseer, dat je hersenen de omvang van je hoofd krijgen. Dus het is de tweede laag van onze hersenen. En voel maar. Het kan zijn dat je een gekriebel voelt net ergens op je hoofd. Het kan zijn dat je een gekriebel voelt net voor je kruin. En als dat allemaal gelukt is, gaan we verder. Dan gaan wij verder naar de derde laag. En de derde laag is 5 centimeter buiten onze schedel. En voel maar. Voel dat daar iets is. Visualiseer eventueel dat je iets hebt op 5 centimeter afstand van jouw schedel.
En dat daarbinnen iets is van een collectief geheugen. Iets waar je met je aandacht naartoe kunt op bepaalde punten, op bepaalde onderwerpen, kennisvelden of verbindingen aan te raken. Voel maar helemaal rondom je hoofd. Neem de tijd. Neem de tijd om helemaal rondom jouw hoofd te voelen dat er iets is wat wij eerste laag van de externe hersenen. De kennis die je hebt, maar die je niet hebt aangeleerd. Het aanvoelen van mensen. Het aanvoelen van energievormen. Eventueel binnenkrijgen van geuren die voor anderen niet bestaan. Maar ook verbinding met je kosmische wezens, met jouw energievormen, die met jou kunnen communiceren. En voel op verschillende plekken misschien wel een kriebel. Maar die kriebel zit buiten je hoofd. En als het voor jou belangrijk is, met je verbinding van bepaalde punten van de externe hersenen, naar jouw gewone hersenen, zodat je er deels van kunt voelen, verklaren of aangereikt krijgen. En als het allemaal gelukt is, of je hebt geprobeerd om dit te doen, dan wordt het heel geleidelijk aan tijd om door deze inspanning weer terug te komen in het hier en nu. En als je terugkomt, kun je je externe hersenen misschien wel blijven voelen. Geniet ervan. Geniet ervan dat je ermee mag werken. En als je weer terug bent, dan zeg ik nog een fijne avond of dag. En graag tot de volgende keer.